En wat brengt u hier naar Almelo? Nou, ik ben hier bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de Twenteraad. En wij zijn hier uitgenodigd om kort ook iets te vertellen aan de hand van ook de lobbybrief die wij twee jaar geleden hebben overhandigd op het Binnenhof. En eigenlijk het bruggetje daarvan zijn wij nu om hier weer te staan als verbindende factor. En daar weer even iets over te vertellen en op in te haken. Ik heb begrepen dat u nog sponsors zoekt. Hoe staat het daarmee? Nou, dat gaat tot nu toe best wel heel erg goed. We hebben twee externe betrekkingen in het team zitten. En die zijn hard bezig om bedrijven bij elkaar te zoeken. Zoals net ook al tijdens de bijeenkomst is verteld door ons teamleider. We doen het echt met de bedrijven, vooral voornamelijk uit de regio Twente. En samen met de regio zetten wij eigenlijk dit project neer. Dus dat is heel erg mooi om te doen. Nou, er worden per editie eigenlijk twee races gereden. Wij hebben er zelf al eentje gereden. Dat was afgelopen september op circuit Zolder. Dat was de European Solar Challenge. En daar hebben wij met deze auto meegedaan. Of nou ja, de echte, dit is het schouwmodel. En daarbij ook nog een auto van een editie daarvoor. Dus met twee zonneauto's hebben wij deelgenomen aan deze race. En daarmee zijn we ook eerste en tweede gewonnen. Dus dat was heel, heel erg een mooie overwinning. En natuurlijk werken wij ook toe naar nog een grotere race, dat is de Bridgestone World Solar Challenge. En daar doen wij aan mee in oktober 2019. En dat is in Australië een hele grote race van Darwin naar Adelaide toe. Zullen wij gaan rijden. Wij doen daar mee in de Challenger klasse. Dat is de Formule 1 klasse van de zonneauto's. En we proberen zo snel mogelijk die 3000 kilometer door de Outback te rijden. Om zo snel mogelijk over de finish te gaan. Ik heb zelf nog nooit meegedaan. Elke editie, dat is elke anderhalf jaar, komt er een nieuw team. En tussen die edities door is er een half jaar eigenlijk eventjes niks. En dan komt er weer een nieuw team. Elke keer is er weer een nieuwe editie, een nieuw team, nieuwe mensen. Gelukkig hebben we wel een grote begeleidingsgroep. Dus we hebben veel mensen van voorgaande teams, van oud-teamleden, die ons nog begeleiden elke dag. Dus dat is heel erg fijn, ook voor de kennisoverdracht. Want ja, een deel van de kennis missen wij natuurlijk. We hebben nog nooit een zonneauto gebouwd. En zij gelukkig wel. Maar ikzelf heb dus nog nooit dit verder gedaan. En dit is echt de eerste keer dat we dit met z'n allen gaan doen. Hoe groot is dat team in totaal? We zijn nu met 19 fulltime studenten van Saxion Hogeschool en Universiteit Twente.